Getallen vermenigvuldigen kan op verschillende manieren. Een van die manieren is het onder elkaar zetten van de getallen en van rechts naar links rekenen. Als eerste voorbeeld nemen we de som 37 keer 58. We zetten de getallen onder elkaar en zorgen er daarbij voor dat alle eenheden onder elkaar staan en alle tientallen onder elkaar staan. We zetten er een streep onder en een keerteken om te laten zien dat we de twee getallen keer elkaar gaan doen. We beginnen rechts. 7 keer 8 is 56. De 6 schrijf ik onder de eenheden, de 5 van 50 onthoud ik even en schrijf ik bovenaan bij de tientallen. Dan 7 keer 5 is 35. Met de 5 er nog bij die ik had onthouden, is het 40. Schrijf ik 40 op. Dan schrijf ik alvast een 0 op. Dat doe ik omdat ik met tientallen ga rekenen. En bij tientallen komt er sowieso een 0 achter. Dan 3 keer 8 is 24. 4 opschrijven en de 2 van 20 onthouden en dus bovenaan opschrijven. 3 keer 5 is 15, plus de 2 die ik onthouden had, is 17. Nu die twee getallen bij elkaar optellen, krijg ik 2146. Een tweede voorbeeld. 118 keer 172. Onder elkaar opschrijven met een streep en een keerteken. 8 keer 2 is 16. 6 opschrijven, 1 onthouden bij de tientallen. 8 keer 7 is 56, plus de 1 die ik onthouden had, is 57. 7 opschrijven en de 5 onthouden bij de honderdtallen. 8 keer 1 is 8, plus de 5 is 13, schrijf ik op. Dan een 0 opschrijven, want ik ga rekenen met de tientallen. 1 keer 2 is 2, 1 keer 7 is 7 en 1 keer 1 is 1. Nu ga ik met honderdtallen rekenen en moet ik dus 2 nullen opschrijven, want er zitten 2 nullen in 100. 1 keer 2 is 2, 1 keer 7 is 7 en 1 keer 1 is 1. Nu moet ik die getallen optellen en het antwoord is 20.296. Bij deze manier van vermenigvuldigen moet je goed oppassen dat je hetgeen wat je onthoudt er nog wel bij optelt. Anders klopt je berekening natuurlijk niet. Zo kun je twee getallen keer elkaar doen van rechts naar links. Je kan het ook tegenovergesteld doen. Dat is vermenigvuldigen van links naar rechts. Als je die manier ook wilt proberen, dan hebben we daar een aparte video voor. Voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet ons niet te liken, te delen en je op ons kanaal te abonneren. Graag tot de volgende keer.